Fernando Engelaar natuurlijk allemaal als de middenvelder van het Nederlands elftal. Inmiddels is hij al eventjes gestopt, maar heeft hij zijn eigen managementbureau, waar hij onder andere Rico Verhoeven begeleidt. Hey, voetbal je zelf nog wel eens? Nee, eigenlijk niet. Heel af en toe. Met ex-internationals doe ik wel eens mee. En in de zomer hebben we met Oud Feyenoord spelen we wel eens wat wedstrijdjes. Maar ja, dat is eigenlijk voetbal ik nog maar heel weinig. Ja. Ik ben nu zaakwaarnemer. Ja, klopt. En dat vind ik ook heel leuk. Dus ik ben nog wel betrokken bij het spel. Dat geeft wel aan dat ik nog steeds een heel leuk spel vind, een mooi spel vind. En ja, ik vind het heel leuk om met jonge, talentvolle mensen te werken. Ja, want je hebt je eigen managementbureau. Zij, spreek ik het goed uit? Ja, dat spreek je helemaal goed uit. Dat Ja. heb je gewoon zelf opgezet? Nee, dat heeft mijn zakenpartner Karim Erja heeft dat opgezet. Die was het ooit begonnen. Toen was het nog niet wat het nu is hoor. Toen hij is de manager van Timo Steffens. Die ken je misschien Ja. ook wel. Nou, zijn manager, dat is, daar is eigenlijk het bedrijf een beetje mee begonnen. En ik kende Karim vanuit mijn jeugd al, vanaf mijn 15e, 16e of zo, kende ik hem al. Altijd een hele slimme, intelligente, betrouwbare jongen gevonden. Waar ik mee bevriend ben geraakt. Jullie vertegenwoordigen ook Rico Verhoeven, hè? Ja, Rico die zit bij ons ook al vanaf 2013 al. Dus ik denk dat ik vanaf 2011, geloof ik, ben ik in het bedrijf gestapt bij Karim. En ik denk dat vanaf 2013 volgens mij doen we al het carrière management van Rico. En ja, zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen, is dat best wel goed gegaan. Is echt super. En dat vond ik heel tof aan mijn aan dit bedrijf, zeg maar, aan de keuze die ik heb gemaakt om, om bij Zij in te stappen. Omdat ja, ondanks de liefde voor het spelletje die voor voetbal die ik nog steeds heb en daar betrokken bij wilde zijn, heb ik wel altijd het gevoel gehad dat er meer in het leven is alleen maar voetbal. Geef je Rico ook wel eens tips? Kan je iets uit jouw carrière of ervaring aan hem meegeven? In het begin nog wel eens, hè, dan vroeg hij wel eens van nou, hoe het dan was om voor een stadion met 60.000 man te spelen en die druk te voelen. En, dus daar heb ik het dan wel eens met hem over gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ja, in dat opzicht wil ik mijn rol ook niet overschatten. Omdat hij heeft echt een fantastisch team.